waren een stuk sterker. En met name sneller. En dat voel je dan in de uitbraken. Hier is het Gino Dekker in blessuretijd van de wedstrijd met het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Schitterende goal van Vince Gino Dekker. Knap voorbij zijn man en een heerlijk schot in de verre kruising. De C2 verliest met 2-4.